Welkom bij de uitleg van basisstof 3 en die gaat over de koolstofkringloop en de stikstofkringloop. In deze video gaan we dan dus kijken naar wat de koolstofkringloop is en wat de stikstofkringloop is. Goed om even te weten bij deze video. Ik heb aan het eind van deze video geen samenvatting. Je krijgt straks twee keer een hele grote tekening te zien waar we stap voor stap doorheen gaan lopen. Dus vind je dit lastig, dan zou ik je adviseren om dat mee te tekenen. En dan heb je straks een mooi beeld van de koolstofkringloop en de stikstofkringloop. Wat je hierbij een beetje moet bedenken, ook als je kijkt naar de voorgaande basisstoffen, is dat allerlei organismen afhankelijk van elkaar zijn. Er zitten allerlei verbanden. We hebben gezien dat producenten, dus de planten met bladgroenkorrels, zelf hun energierijke stoffen kunnen maken. En die kunnen zelf glucose maken. En daar zijn bijvoorbeeld de consumenten weer van afhankelijk, want die hebben natuurlijk ook energie nodig. Zo zie je dat er in de natuur allerlei kringlopen zijn en allerlei verbanden waarin je kunt zien dat organismen van elkaar afhankelijk zijn en elkaar dus eigenlijk ook nodig hebben. Nou, op het moment dat we gaan kijken naar de koolstofkringloop, dan gaan we dus kijken naar de kringloop van het deeltje koolstof. Dat zit bijvoorbeeld in koolstofdioxide, maar koolstof zit ook in glucose. En ja, dat heb je bijvoorbeeld gezien, dan zal ik hem even doorklikken bij het verhaal over fotosynthese en verbranding. Daarbij zag je dat door middel van fotosynthese in de producenten H2O water en koolstofdioxide wordt omgezet naar zuurstof en glucose. Dit kostte energie. En wat je dan ook al ziet is dat de bouwsteentjes waar water en koolstofdioxide uitgebouwd zijn, en water is gebouwd uit H-atomen en O-atomen, koolstofdioxide uit C-atomen en O-atomen. En dan zie je dus dat zuurstof opgebouwd uit O-atomen. Glucose uit C, H en O-atomen. En dan zie je dus dat die bouwsteentjes overeen komen. En waar we dus specifiek naar gaan kijken, is naar het bouwsteentje koolstof. Koolstof zit in de lucht in de vorm van koolstofdioxide. dus Het zit vast aan O2, oftewel zuurstof. Dus dan heb je dus koolstofdioxide, vandaar ook de naam. En dat wordt later gebruikt in de plant om daar dus glucose van te maken. En dan zit dus het, daarna dus die koolstof in de glucose. Bij verbranding gebeurt precies het tegenovergestelde. Dan heb je zuurstof en dat is nodig voor het verbranden van glucose. Daarbij komt dan vervolgens weer koolstofdioxide en water vrij. En er komt ook energie bij vrij en die energie kan een organisme gebruiken, bijvoorbeeld om te groeien of te bewegen. Dus op het moment dat je dus naar een kringloop kijkt, in dit geval is dus de koolstofkringloop, dan gaan we dus specifiek kijken naar dat deeltje koolstof. En daarbij is het ook goed om te bedenken dat als we straks naar die koolstofkringloop gaan kijken. Dat die koolstof niet meer of minder wordt, maar het is gewoon elke keer op een andere plek in de kringloop. En dan beginnen we het verhaal met de producenten. De producenten kunnen met behulp van fotosynthese glucose maken. En die glucose die gebruiken ze voor een deel zelf, nou, voor het maken van vruchten, bladeren, om te groeien. Er vindt dus in een producent verbranding plaats. En bij die verbranding. Daarbij komt vervolgens weer koolstofdioxide vrij. Dus eerst zit de koolstofdioxide in de lucht met daarin het deeltje koolstof. Koolstof komt vervolgens door fotosynthese terecht in glucose, in de producenten. Een deel wordt weer verbrand. En dan zag je dus dat er vervolgens daarbij weer koolstofdioxide vrijkomt. En koolstofdioxide daarin zit weer die koolstof. Nu is het zo dat ook de consumenten energie nodig hebben. Nou, die consumenten die krijgen die energie. ...door het eten van producenten. Die voeden zich dus met die producenten. Maar ze konden zich ook onderling voeden. Hè? Dus die rups die kan prima van die appel eten... ...maar dit roodbosje kan bijvoorbeeld ook weer de rups eten. Maar dat betekende dus dat de glucose die hier zit, de energie... ...die gaat dus doordat ze het eten naar andere schakels toe. En dat betekent dus ook dat het koolstof van de producenten... ...naar de consumenten gaat, waar eerst hier de glucose zat zit dat nu hier. Nou, die consumenten, die doen ook aan verbranding. En daar komt dus weer koolstofdioxide bij vrij. En dan zit dus die koolstof weer in de koolstofdioxide. En zo zie je dus nu al wat er ontstaat, is dat dus die koolstof, die dus eerst in de vorm van koolstofdioxide in de lucht zit, dan dus in de planten terechtkomt in de vorm van glucose. En dat komt vervolgens ook terecht in de consument. Dus het verplaatst zich zo door al die schakels heen. Nu is het zo dat er ook nog de reducenten waren. En de reducenten dat zijn de bacteriën en de schimmels. En die breken dode resten van organismen af. Nou wat gebeurt er nu op het moment dat zij die dode resten van al die organismen aan het afbreken zijn. Dan zijn ze aan verbranding aan het doen. En ze verbranden die resten en daar komt weer bij die verbranding koolstofdioxide vrij. En zo zie je dus dat die planten een hele belangrijke rol spelen. Omdat ze dus met behulp van het zonlicht van de energie uit de zon. Koolstofdioxide en water om kunnen zetten naar glucose. En dat al die andere organismen daarna daarvan afhankelijk zijn, want ze doen namelijk aan verbranding. Daar hebben ze glucose voor nodig. En bij die verbranding komt weer koolstofdioxide vrij, die weer nodig is voor die producenten. Dus vandaar dus ook een kringloop dat als je één koolstofdeeltje gaat volgen, dan kun je die zo door al die schakels heen volgen. Maar het is dus als het ware een cyclus die al maar doorgaat. Dan is er ook nog de stikstofkringloop. En waar je net het atoom koolstof volgde, gaan we nu het atoom stikstof volgen. En stikstof, dat is wel even goed om te weten: stikstof dat zit heel veel in de lucht in de vorm van stikstofgas. Ik heb het hier ook even erbij gezet, dat is N2, oftewel zijn twee deeltjes stikstof aan elkaar vast. Stikstofgas is bijvoorbeeld nodig om nitraat te maken, en dat is NO3, nou, dan zie je weer het n -tje. En die nitraat is vervolgens weer nodig in planten om eiwitten te maken. En eiwitten zijn bijvoorbeeld belangrijk bij het maken van DNA en eiwitten zijn belangrijk bij het maken van allerlei enzymen. Dus eiwitten zijn er ontzettend veel soorten. Zijn heel erg belangrijk voor het goed functioneren van zowel planten, dieren, maar eigenlijk alle organismen. En om eiwitten te maken heb je dus stikstof nodig. Ik ga je hier de basis van de stikstofkringloop uitleggen. Je hebt ongetwijfeld in het nieuws ook gezien over de stikstofcrisis. Dat heeft met de landbouw te maken, met de luchtvaart en met de industrie. Want ook die stoten allemaal stikstof uit, waardoor er veel meer stikstof in de natuur komt dan goed is. Nou, dat ga ik hier niet helemaal uitleggen, maar mocht je dat nou interessant vinden, dan zal ik even een link in de beschrijving zetten naar een video die ik gemaakt heb waar ik daar meer over uitleg. En dan snap je ook misschien wat beter het stukje wat ik nu ga uitleggen. Dus ik zou het je zeker adviseren. Dan zal ik je aan de hand van deze afbeelding de stikstofkringloop uitleggen. We gaan dus het deeltje stikstof volgen en dan beginnen we bij de producenten. Producenten die hebben nitraat nodig uit de bodem om plantaardige eiwitten te maken. Dat nitraat nemen ze met hun wortels op. Dat komt dan in de plant terecht en met nitraat samen met glucose kan zo'n plant dan dus plantaardige eiwitten gaan maken. Dat nitraat komt er niet zomaar, dat nitraat komt er Doordat er in de bodem stikstofbindende bacteriën zitten. En die gebruiken de stikstofgas om daar dan nitraat van te maken. Want een plant kan namelijk niet zomaar stikstofgas uit de lucht opnemen. Nee, dit kan alleen stikstof opnemen via nitraat. Dus het deeltje stikstof zat eerst in stikstofgas. Wordt door stikstofbindende bacteriën omgezet. Dan komt het in een andere vorm, namelijk in de vorm van nitraat. En dan kan de plant het wel opnemen. Nu worden planten natuurlijk gegeten. En die worden gegeten onder andere door dieren. En op het moment dat die dieren die planten eten, dan krijgen ze ook die plantaardige eiwitten binnen. Nou, die dieren, die verteren dat allemaal en die zetten die plantaardige eiwitten in hun lichaam om naar dierlijke eiwitten. Dus dan zitten die stikstofdeeltjes nu al weer in een andere vorm, nu in dieren. Nou, wat is het nu? Dieren laten allerlei dode resten achter. Ze poepen, ze gaan op een gegeven moment zelf dood. Ze laten hun blaadjes vallen. Dat betekent dus dat al die... Stikstofdeeltjes, al die eiwitjes, die zitten dus nu in al die dode resten. Dan komen vervolgens rottingsbacteriën in het plaatje. En wat gebeurt er? Die rottingsbacteriën die kunnen die dode resten afbreken. Daarbij komt ammoniakgas vrij en dat komt in de lucht en uiteindelijk wordt dat dan weer in de lucht omgezet naar stikstofgas. Dus dan zie je dat er een soort van kringloop alweer ontstaat. Die rottingsbacteriën die kunnen het ook omzetten naar ammonium. En dat ammonium kan. Weer met andere bacteriën omgezet worden tot nitraat. En die nitraat kan dan vervolgens weer opgenomen worden door de plant. En zo zie je dus dat deze organismen allemaal een kringloop vormen. En op het moment dat dit zo gaat, dan heb je dus een heel mooi stabiel systeem. Er komt geen stikstof bij, er gaat geen stikstof weg. Het zit gewoon elke keer in een andere vorm in deze kringloop. Het punt waar het misgaat, en dat is ook een beetje waar die hele stikstofcrisis om gaat, is dat wij als mensen. Door bijvoorbeeld de landbouw, maar ook door het verbranden van fossiele brandstoffen, door de luchtvaart, door de industrie. Dat er extra stoffen in de natuur terechtkomen waar die stikstof in zit. En op het moment dat jij extra stikstof in deze kringloop krijgt, vervolgens sommige planten heel goed gaan groeien omdat ze juist kunnen profiteren van heel veel stikstof. Maar sommige planten kunnen juist beter overleven met weinig stikstof en die worden dan als het ware weggedrukt. Dus door extra stikstofhoudende stoffen toe te voegen aan het systeem, aan dit systeem wat je hier ziet, kan zo'n systeem dus uit balans raken. En daarom heet dus ook de stikstofcrisis, omdat er bijvoorbeeld extra nitraat in de bodem terechtkomt. Nou, in de nitraat zit die stikstof. Of er komt extra ammonium in de bodem terecht, daar zit ook die stikstof in. Dus het heet de stikstofcrisis, maar wat ze eigenlijk dus bedoelen te zeggen is dat er allemaal stoffen in de natuur terechtkomen waarin die stikstof zit. En dan heb je het dus bijvoorbeeld over ammonium en nitraat. En dan raakt dus dit soort systemen uit balans. Dan is dit het einde van de video. Heel veel succes met oefenen, en dan zie ik jullie in de volgende.